Jongeren met een beperking van dagactiviteitencentrum De Singel in Haaksbergen hebben schilderijen gemaakt die te zien zijn bij jongerencentrum Radar. In 2011 verzorgde jongeren van Radar een feestelijk programma bij De Singel. Dat beviel van beide kanten zo goed dat er is afgesproken meer dingen samen te doen. We hebben hier een expositie van schilderijen die gemaakt zijn door jongeren uit Haaksbergen. Het zijn jongeren met een lichamelijke beperking. En die schilderijen die worden daar gemaakt in een dagactiviteitencentrum De Singel. En dat is een plek waar jongeren bij elkaar komen, meerdere dagdelen per week voor arbeidsmatige activiteiten. Eén daarvan is dus het vervaardigen van schilderijen. En daar hebben wij een selectie uit hier hangen. Wat ik er zelf van heb gezien, hoe ze het maken, is het behoorlijk intensief. Vanwege juist die beperking. Maar met een beetje vindingrijkheid is daar ook wel weer vaak wat op te vinden. Enkele schilderijen worden bijvoorbeeld gemaakt door jongeren die op hun elektrische rolstoel allerlei kwasthouders en zo hebben laten monteren. Waarmee ze met hun elektrische rolstoel toch stipje voor stip een schilderij kunnen maken. De indicatie, de meeste schilderijen nemen toch wel een paar maanden in beslag. Van begin tot einde te klaar zijn. Het is waarschijnlijk het laatste samenwerkingsverband, want Radar sluit per 1 juli haar deuren. De huur is opgezegd per 1 juli. Hoe het verder vorm gaat krijgen in het stedelijk jongerenwerk is nog eventjes onbekend. Wij horen veel geluiden van jongeren, maar ook veel bezorgde netwerkpartners van ons over wat voor effect dat kan hebben op de jongeren in Hengelo. De tentoonstelling bij Radar is nog tot en met 26 april te zien. De Raad van State heeft het verzoek om de nieuwbouw van het winkelcentrum S-Rijn te stoppen afgewezen. De rechtszaak was aangespannen door de ondernemers van het S-Rijn. Voorzitter van de winkeliersvereniging Erik ter Braak reageerde voor de camera van Radio Hengelo TV teleurgesteld op de uitspraak van de rechter. Natuurlijk zijn wij teleurgesteld, dat kunt u wel begrijpen. We hadden goede argumenten, maar goed, juridisch niet sterk genoeg. Daar komt het op neer. Met name hadden we misschien beter moeten mikken op die detailhandelsnota van de gemeente Hengelo. Die is destijds in 2012 naar voren geschoven. En eigenlijk is het een blauwdruk van de detailhandelsnota van 2006. Daar heb ik al op gereageerd. Maar we hadden daar in de rechtszaal veel meer aandacht aan moeten besteden. Dat het eigenlijk een verouderde detailhandelsnota was waarop die cijfers gebaseerd zijn. En dat hebben we niet gedaan. Ja, dat is achteraf gepraat. Wethouder Jan Bron is blij met het resultaat. Ja, daar ben ik zeer tevreden over, hè, want dit maakt de verdere ontwikkelingen in Hart van Zuid mogelijk. Om het winkelcentrum dat we daar graag willen hebben, daar ook daadwerkelijk te gaan vestigen. En we hebben daar ook prachtige loftwoningen boven zitten, hè, gepland althans, 22 stuk maar liefst. Maar bijna de helft is al verkocht, dus het maakt ook de weg vrij voor nieuwe woningen, het nieuw publiek. En dat hebben we juist nodig in Hart van Zuid. De ondernemers vrezen inkomstenderving van de kleine winkels in de Industriestraat en omgeving wanneer er 5000 vierkante meter winkel- en parkeeroppervlak bijgebouwd wordt. Jan Bron verwacht dat dit jaar nog de schop in de grond gaat. Wethouder Erik Lievers wil voorlopig niet meer praten met stichting Ponystal het Geerdink. Dit omdat het bestuur voor de tweede keer een afspraak met hem en wethouder Mariska ten Heel afzegde. Nou ja, wij hebben meer dan een jaar gepraat met het Geerdink. En om u een idee te geven, er zijn twee wethouders in gesprek geweest met het Geerdink. Tientallen topambtenaren, SWB, het ROZ, alle partijen zijn met het Geerdink in gesprek geweest. En waar wij erg boos over zijn geweest, is dat het nu voor de tweede keer is gebeurd. Dat het Geerdink zomaar een overleg dat wij plannen met hen afzeggen. Ik wil niet in details ingaan over hoe en wat precies, maar voor het laatste overleg van vorige week woensdag, daar is ambtelijk tot 4 keer toe aangedrongen om dat door te laten gaan. Ik heb zelf die woensdag nog gebeld met de voorzitter van het Geerdink om te zeggen van het lijkt me toch heel verstandig dat we vanavond gewoon met elkaar aan tafel gaan zitten, want er speelt heel veel. Het Geerdink zelf geeft ook aan ongerust te zijn over hun toekomst. Nou, wij hebben een oplossingsrichting, denken we, maar die moeten we wel met elkaar bespreken. Ponystal verkeert financieel in zwaar weer en moet van de gemeente ook nog bezuinigen. Het Geerdink dreigde eerder al de stichting op te heffen en de ponies naar het slachthuis te brengen. De raad vroeg beide wethouders al het mogelijke te doen om de ponystal overeind te houden en opnieuw in gesprek te gaan met het bestuur. De Nijen Stichting bestaat 5 jaar en vierde dat deze week met een concert van diverse bands in Metropool.
Debbie Nijenhuis richtte 5 jaar geleden de stichting op voor alle mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten. Nou, in die 5 jaar denk ik absoluut wel de komst van het Nijenhuis. En dat is in 2010 geweest. Gewoon een realisatie van de droom dat je een plek kunt realiseren waar mensen die ziek zijn of zijn geweest naar binnen kunnen lopen voor een luisterend oor of een arm om een schouder of om een herstellend programma of voor een kenniscentrum. Gewoon een plek die er nooit was in Twente. Ja, dat die er is, dat is eigenlijk alles wat ik ooit gedroomd had is uitgekomen en nog zelfs een klein beetje meer. De bands op het feest bij het poppodium traden dan ook belangeloos op. Iedereen kent, heeft mensen in de familie of in de kenniskring die ziek zijn. En er wordt zo weinig over gepraat eigenlijk, of eigenlijk gewoon niet vaak. En dan is het zo goed dat er zo'n initiatief is en zo'n huis is waar mensen wel uitgenodigd worden. En het misschien niet bij de eigen familie kwijt kunnen, maar wel hè, met lotgenoten of... bij Debbie in ieder geval. Het belangeloze is natuurlijk vrij duidelijk, want wij dragen allemaal de stichting, de Nijen Stichting, goed hart toe. En we hopen dat Debbie zoveel mogelijk geld ophaalt natuurlijk. En daar gaan wij niet tussen zitten met onze gaas, onze torenhoge gaasjes. Ik zou zeggen niet geheel belangeloos, omdat het een onderwerp is die... Ja, ons allemaal raken. Ik bedoel, ik kan heel cliché gaan zeggen dat kanker, dat woord, komt heel erg voor in het dagelijks leven. Maar ja, het is gewoon zo. En het is zoals het is. En het is zoals het is, is ook wat er op de rouwkaart staat van een goede vriend en kennis die zaterdag begraven wordt. Deze week stemde de gemeenteraad in met de uitbreiding van de zuivelhoeve in Twekkelo. Eerder gaf ook de provincie al groen licht. PvdA en GroenLinks waren tegen de forse uitbreiding van de toetjesfabriek. PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander vindt de plannen niet passen in het landschappelijke karakter van Twekkelo. Ja, de zuivelhoeve is natuurlijk een prachtig bedrijf, maar het is wel eigenlijk gewoon een toetjesfabriek. En wat ons betreft passen fabrieken niet in mooie stukjes buitengebied. We hebben als gemeente Hengelo erg veel bedrijventerreinen, ook nog erg veel bedrijventerreinen over. Die zijn bedoeld voor fabrieken zoals deze. En het mooie stukjes zoals Twekkelo, die kunnen we beter groen houden wat mij betreft. Het is ontstaan vanuit een boerenbedrijf van oudsher. Daar is zo langzamerhand een fabriek in gegroeid. Zij willen nu uitbreiden en niet een klein stukje, maar het gaat om meer dan een verdubbeling van de oppervlakte van het bedrijf. Als je ook ziet wat er nu wordt bijgebouwd, dat zijn gewoon fabriekshallen. Dat heeft niks meer met boerenschuren te maken, maar het is echt gewoon een fabriek. En dat past wat ons betreft niet. PvdA-wethouder Jan Bron is juist voor de uitbreiding van de zuivelhoeve, omdat het meer arbeidsplaatsen oplevert. Nou ja, dat is niet vreemd. Als gemeenteraad en ook als PvdA-fractie maken wij daarin onze eigen afweging. De wethouder heeft opdracht gekregen in 2010 om dit bestemmingsplan verder uit te gaan werken. Dat heeft hij ook netjes gedaan. En wij hebben een verschil van opvatting. Hij vindt dat het wel past en wij vinden het geen goed plan. Dat kan. Het is een dualistisch systeem en wij nemen daarom onze eigen keuzes. Wethouder Bron kon niet garanderen dat het bij deze ene bedrijfsvergroting blijft. Directeur Gerjan Roerink meldde eerder aan Hengelo TV dat het wat hem betreft wel de laatste keer is.